De Handy lage temperatuuroven is een multifunctioneel apparaat. Het is niet alleen een slow cooker, maar het is ook een holding kabinet. Je kunt de kast instellen eigenlijk op verschillende manieren. Je kunt hem instellen op temperatuur. Je kunt hem instellen op een kerntemperatuur. En je kunt hem instellen op tijd. Daarnaast is het apparaat tot maximaal 120 graden te verwarmen. Gaan we naar de binnenkant kijken van het apparaat, zul je zien dat hij geen ventilator heeft. Maar dat de warmte eigenlijk door middel van ongeïsoleerde stroomdraden rondom de kast zit. Wij noemen het ook wel de moderne dekenkist. Van belang is wel dat je nooit een bak onder op de bodem zet, omdat daar de warmte ook gecreëerd wordt. Dus altijd in de roosters hangen. Kijken we naar de deur, dan zien we daar een schuifje waarmee je eigenlijk de luchtcirculatie kunt regelen. Hierdoor kun je het product wat je vochtig wil houden, ook vochtig houden door het schuifje dicht te zetten. Wil je dat niet, dan zet je hem open en zal de vochtigheid er ook uitgaan. Kijken we naar de temperatuurvoelig middenin, zul je ook zien dat die is ingebouwd en dat je relatief eenvoudig op de juiste cuisson ook kunt slowcooken of warm houden. Het holding kabinet zelf wordt verwarmd door middel van 220 volt, dus je hebt relatief ook weinig stroomverbruik. Voor de rest is het een vrij licht apparaat en kun je hem ook heel makkelijk meenemen voor als je bijvoorbeeld cateringpartijen doet en daar het apparaat wil gebruiken, bijvoorbeeld als warmhoutkast.